is vandaag zaterdag 26 december, tweede kerstdag. Vanavond rond 17:30 zoiets gaan we allemaal naar mijn tante en dan gaan we samen vertrekken naar het restaurant uit eten. En daarna gaan we weer naar mijn tante om daar ook weer de pakjes open te doen en gewoon daar nog gezellig te blijven en te kletsen. En ja, het wordt gewoon echt een heel erg leuke dag. Ik ben al van 7:30 wakker. Ik ben echt vroeg uit de veren vandaag. Ik ben al volledig gedoucht. Ik heb me heel uitgebreid gedoucht. Ik heb mijn haar gewassen zoals je kan zien. Met conditioner. Ik heb mijn benen gedaan. Ik heb mijn gezicht gereinigd voor straks die dikke plamuurlaag die op mijn gezicht gaat komen. Want ik ga echt een hele full face make-up look maken met shapen, highlighter, blush, oogschaduw en als finishing touch de klassieke rode lippen zoals dat bij kerst hoort. Mijn haren zien er nu echt niet uit, maar ik ga ze zo lang mogelijk aan de lucht laten drogen. Want wat ik altijd heb is als ik uit de douche kom door al die vochtigheid en als ik dan onmiddellijk mijn haar ga feunen en dan direct ga stylen, wordt het echt zo heel poofy, dik en valt het gewoon niet mooi. Dus daarom laat ik ze nu zo lang mogelijk aan de lucht drogen en als ik ze dan ga stylen, feun ik nog het laatste beetje nat haar droog. Dus dat is hoe ik het ga doen. Wat ik aan heb is echt heel basic. Een t-shirtje van de Apples. En gewoon een basic zwarte legging. Waarom heb ik een t-shirt aan in de winter? Omdat als ik nu een hele dikke warme trui ga aan doen. Of gewoon een blouse die iets warmer is. Dan ga ik het gewoon veel te warm hebben. En ja, dan ga ik misschien weer zweten. En dan wil ik niet, want ik ben gedoucht. En de zon schijnt toch. En ik hoef vandaag toch niet naar buiten. Voordat wij vanavond weggaan. Dus ik loop gewoon in een t-shirtje rond. Wat ik altijd doe, is wat ik vorig jaar met... nieuwjaar aan, dat doe ik dit jaar met kerst aan. En met nieuwjaar doe ik altijd nieuwe kledij aan. Dus wie mijn Get Ready With Me van vorig jaar gezien heeft, weet dat ik dit kleedje aan had met de rits van boven tot onder. Dus ik kan het kleedje straks gewoon als een jas aan doen eigenlijk. Hoeft het niet over mijn haar of over mijn make-up getrokken te worden. En dan met mijn nieuwe schoenen die ik jullie straks ook ga laten zien als mijn hele look en outfit en zo klaar is. En met nieuwjaar doe ik dan mijn nieuw kleedje aan die ik jullie uiteraard ook in de vlog ga laten zien. Ik heb gisteren mijn vlog van de kerstdag bewerkt. Hij duurde maar 3 minuten. Sorry daarvoor. Echt een hele korte vlog. Het was ook echt een luierdagje en ik heb niet heel veel daarvan kunnen filmen. Ik ga nu kijken wat ik ga doen. Ik ga mijn make-up uitzoeken, denk ik. En ja, dan zie ik nog wel. Het is nu 10:55 en ik ga al met mijn haar beginnen. Dan ga je denken, wow, zo vroeg. Ja, mijn zus moet straks ook de stijldag hebben. En ik wil zeker weten zijn dat ik klaar ben. En dat het gewoon echt heel mooi stijl is en perfect blijft de hele dag. En de föhn ligt daar al klaar. En mijn heat protectant van André Lon. En de haarspray die ik altijd gebruik op het laatste is deze grote fles van Elnett. Ik vind de Elnett haarspray echt heel erg fijn. Ik heb er al heel veel getest. Onder andere die van, hoe noem ik dat merk nu weer? Asayos heb ik al getest. Maar ik vind Elnett tot nu toe echt het leukste, of ja, niet het leukste, het fijnste. Mijn haar blijft gewoon echt de hele dag ermee zitten. En ook nog een tip om haarlak in je haar te spuiten. Dat is echt een manier die ik sinds kort toepas. En ik merk gewoon dat het voor mij beter werkt. Ik neem een haarborstel, niet mijn Tangle Teaser, gewoon een haarborstel. Want we hebben het er nog in de kast liggen. En daar spuit ik dan haarspray in. En onmiddellijk dan over je haar gaan. Zodat je niet, als je zo spuit, gewoon willekeurig, dan komen op bepaalde plekken meer haarlak. En dan kan het zijn dat daar hard wordt of sneller vet gaat worden. Dus ik spuit het gewoon in mijn borstel en borstel het dan door. En als je geen borstel zou hebben, ja, normaal gezien heeft iedereen dat, maar als je niet zo eentje zou hebben, kan je het ook in je handen sprayen, je handen over elkaar wrijven en dat dan zo over je hele haar aanbrengen. Dan is gewoon de haar ook mooi verdeeld dan als je het gewoon zo gaat spuiten. Dus dat is nog een tip die ik jullie meegeef. Ik ga nu dus mijn haar doen en dat ga ik jullie uiteraard laten zien. Volledig gestyled. Ik zal het even langs achter laten zien.
Straks ga ik het wel nog denk ik weer eventjes wat bij fatsoeneren. Dus ik ga nog wachten met de haarlak tot straks. Maar het is dus alvast wel recht gemaakt. Het is nu 10:50, dus ik heb er eigenlijk niet lang over gedaan. Ik ga de stijltang opruimen en ik ga mijn make-up uitzoeken. Dat ging ik dus doen zoals ik al zei. Ik ga alles klaarleggen wat ik ga gebruiken, mijn kwasten. En dan zal ik jullie dat ook al laten zien, want straks als ik mij ga opmaken, ga ik dat uiteraard versnellen. En ja, dan zien jullie niet heel duidelijk welke producten ik ga gebruiken, welke kleuren. Dus ik ga het nu uitzoeken en dan zal ik jullie daarna laten zien en zeggen wat ik allemaal ga gebruiken. Zo, ik heb de make-up volledig kunnen uitzoeken en het ligt hier al mooi uitgestald op mijn bureau. Ik ga jullie nu de producten laten zien wat ik allemaal ga gebruiken en ook in de volgorde hoe dat ik het ga gebruiken. Als eerste de Catrice All Matte Plus Foundation. Ik kan gewoon niet ontbreken in mijn routine, omdat het zo'n mooie en dekkende foundation is. En die breng ik dan aan met deze foundation kwast van Kruidvat. Dan gebruik ik deze concealer van Essence, de All About Matte High Covering Concealer in de kleur 20 Matte Nude. En die blend ik mooi uit met mijn concealerkwast van Essence. Dan poeder ik het geheel af met deze matte poeder van Catrice in de kleur 010 Transparant, zodat alles mooi op zijn plek blijft zitten uiteraard. En dat doe ik met deze grote HEMA kwast, nummer 151, de Classic Powder Brush. Dan ga ik mijn wenkbrauw doen met deze wenkbrauwgel van Essence. En kan ik ze uiteraard ook door met dit potloodje. Dan breng ik een lippenbalsem aan en dat doe ik eigenlijk een beetje willekeurig in de make-up. Zodat die goed is ingetrokken tegen dat ik aan de lippen ga beginnen. En ik gebruik deze Baby Lips Balm & Blush. Maar ik ga hem vandaag alleen als lippenbalsem gebruiken en niet als blush. Dan ga ik verder met de ogen en breng allereerst een oogschaduwbasis aan van Essence. Voor mijn oogschaduw ga ik het Urban Decay Naked Palette 1 gebruiken. Ik had voor kerst Naked 2 besteld bij mijn mama en papa. Die heb ik niet gekregen. Wel andere heel leuke dingen die ik nog ga laten zien in mijn What I Got For Christmas. Maar ik ga dus nu voor mijn look Naked 1 gebruiken. Welke kleuren weet ik nog niet precies. Dat zal ik straks laten zien. Maar daar ben ik nog niet helemaal uit. En die breng ik aan met deze Essence oogschaduwkwast. Blend ik uit met mijn MAC 217 kwast. Eyeliner, of course. Mag ook zeker niet ontbreken. Gebruik ik de Max Eyes Liquid Eyeliner voor. Mascara van MAC, een bronzer van Rimmel in de kleur 026 Sunkist, een matte bruine bronzer om mee te shapen. De kwast die ik daarvoor gebruik is deze, wat ik toen op die website besteld heb. Een blush van MAC in de kleur Dainty, breng ik ook aan met deze kwast, ook van bij dat setje van op de website. Het voorlaatste is natuurlijk een highlighter, mag voor de feestdagen ook niet ontbreken. En dit is de highlighter van MAC Soft & Gentle. En die breng ik aan met deze kwast van Essence. En als laatste een lipstick, deze van Essence in de kleur 14 Adorable Matte. Een heel mooie rode kleur. En ja, die ga ik dus opdoen voor vanavond. En dat zijn alle productjes die ik ga gebruiken. Verder heb ik eigenlijk niks meer te doen, want ik heb alle YouTube-video's gekeken van mijn abonnementenbox. Ik heb mijn video's bewerkt, allemaal al geüpload en gepland. Dus er rest niet meer veel om nog te doen. Ik denk dat ik nu gewoon wat tv ga kijken, een beetje chillen en mij dan straks klaarmaken. Het is ondertussen 1:15 en ik heb net twee families gekeken, want we zaten er nog twee achter en we hadden die opgenomen. Dus die heb ik net eventjes gekeken, maar ik moet de tweede nog afkijken. Maar we gaan nu middag eten. We gaan soep eten. Dat is nog steeds over van met kerst. Dus bouillonsoep staat hier en gezellig met de kaarsjes. En daarna nog kroketjes wat nog over zijn, ja. Dus dat gaan we nu doen. Ik zou zeggen, smakelijk eten. Gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more. Het is ondertussen 2:40 en zoals jullie net gezien hebben, was ik even met mijn papa aan het shoppen. Hij moest nog een nieuw hemd hebben. Hij heeft er uiteindelijk twee gekocht, een zwarte en een lichtblauwe. Super mooi, dus daar heb ik eventjes een stukje van gevlogd. Ik ben nu twee YouTube-video's aan het kijken. Eentje van Masha van Beauty Gloss, een DIY EOS lippenbalsem highlighter. Heel erg leuke video. Zeker aan te raden om te kijken. Ze gaat dus van een EOS lippenbalsem een highlighter maken. Echt super cool. En ik heb net een Get Ready With Me video van Manon gekeken. Van haar kerstlook.
En heel erg toevallig, ik ga vanavond dus het Naked palet gebruiken. En zij heeft het Naked palet ook gebruikt in haar video. En ik wist nog niet welke kleurtjes ik wou gebruiken. En zij heeft in de beschrijving gezet welke ze gebruikt heeft. En er staat in goud en bruin. Jammer dat ze de namen van het palet niet erbij geschreven heeft. Dan wist ik echt welke het waren. Maar ik heb proberen te raden welke het zijn. En bij goud denk ik dat het half baked is. Deze. Dus ik ga de look namaken vanavond. En als bruin denk ik dat ze buck gebruikt heeft. Als ik zo naar de look kijk, het is echt super mooi. Ik zal het zo meteen eventjes laten zien. Dus dat ben ik nu aan het doen. En om 4 uur ga ik mijn mama haar make-up doen. En om 4:30 die van mijn zus. En in die tussentijd ik ook mezelf al mijn make-up doen. Wauw, mijn zinnen. Ga ik mezelf ook al mijn make-up doen. En ik ga je nu even de look van Manon laten zien. Sorry, mijn mama begint ineens te stofzuigen, maar dit is de make-up look van Manon. En ik denk dat die gouden dus, die uit het palet is, want die lijkt er echt wel het meeste op. Ik zal hem even laten zien. Als ik dit met één hand open krijg. Ik denk dus echt dat die gouden half baked is en de bruine buk. Want zo ziet het ook op haar oogleden uit. Echt een prachtige look. Heel leuke video, Manon. En ik ga nu die van Masha verder kijken, want deze is gedaan. Dus ja, superleuk. Het is 4:30 en ik zit weer in de auto zoals jullie kunnen zien, maar nu is het met mama en niet met papa. We gaan eventjes naar het Kruidvat, mama moet er nog iets hebben en ja, als mama zegt gaan we naar het Kruidvat, ga ik sowieso mee. Kan ik weer eventjes bij de make-up kijken en misschien ook andere goodies wat ik tegenkom. Dus ja, ik neem jullie wel mee. Het is ondertussen 4:30 en ik ben klaar met mijn make-up. Ik heb net mijn eyeliner aangebracht. Ik moet enkel een nuchter rode lipstick, maar dat ga ik echt, denk ik, om 4:45 of zo aanbrengen. Ik heb mijn kleedje aan. Ik laat zo meteen mijn outfit zien in de spiegel bij mijn zus op de kamer. Dit is mijn make-up look. Ik hoop dat je het een beetje kan zien. De ogen zijn het echt veel heftiger. Ik heb goed geshaped, kan je ook niet zo goed zien. Wacht, ik ga even naar de badkamer om jullie mijn complete look te laten zien, omdat daar mooi licht is. Zo, ik sta nu in de badkamer en hier zie je mijn make-up look beter. De ogen heb ik gedaan, zoals Manon in haar video. Ik heb geshaped. Ja, op camera komt het nooit zo heftig over als in het echt, omdat de iPad gewoon niet heel goede kwaliteit heeft. Maar als je het in de spiegel ziet, echt heel mooi de highlighter van MAC. Je ziet het hier ook en ik vind het echt super mooi. Dus ik laat jullie straks mijn complete look zien voordat we vertrekken. Dit is mijn outfit. Ik heb de rode lipstick aangebracht. Mijn haar nog een heel klein beetje bijgedaan. Deze jurk met panties. En ik heb hakjes. Ik vind ze echt super leuk. Het zijn laarsjes. Ja, laarsjes met een hak. En ik vind ze echt super leuk staan. Ik heb ook nog twee armbandjes aan. Eentje met een infinity teken. En nog een goud armbandje. En mijn Daniel Wellington horloge. En we gaan zo meteen vertrekken. Dus ik zie jullie in het restaurant.
12:30 en ik ben bij Zina thuis. We hebben de pakjes opgedaan zoals jullie gezien hebben. En we zijn nu chips aan het eten. Hallo Zina, hallo Lars. Hey. En Lars heeft een heel chique box. Ja, hij is aangesloten op mijn telefoon met Bluetooth. Ja. En als ik film gaat die muziek uit, dus dat kan ik niet laten horen. Oh, en we zijn dat ding aan het verstoppen, moeten we die zoeken. En ja, het is echt super gezellig. Wat gaan we laten? Los van de box aan. Ja, maar de constructie. Het is nu de volgende dag, zoals je waarschijnlijk wel kan zien. Ik ben net wakker. Het is 9:40. Ik ga zo meteen mijn volgende vlog starten. We waren gisteren om iets na 1:00 thuis, denk ik. Ik was echt super moe. Ik heb onmiddellijk met mijn make-up eraf gehad, want ik had veel op. Ik heb mijn cadeautjes hier neergelegd. Ik ga misschien straks of morgen, als ik ergens een gaatje vind, de What I Got For Christmas video opnemen. En als ik geluk heb, komt hij misschien maandag om 3:00 online, dus morgen. Ofwel komt die vrijdag om 3:00, omdat woensdag dan de favoriete video online komt van het hele jaar. Het was echt een superleuke dag vandaag. Ik heb echt genoten en het was allemaal heel lekker eten. En ik hoop dat jullie de vlog van vandaag ook leuk vonden. Vergeet dan zeker niet te abonneren hier beneden als je het niet gedaan zou hebben. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei!